is Fleur gedekt door een andere hengst. En dan heb ik nog een winactie voor jullie. Dus blijf vooral even kijken. Oh. Ja, ze is niet zo groot, nee. Nee, dit is de eerste keer. Ze is niet zo'n paniekzaaien hoor, maar... Waar wil je ze bij dekken? Bij Olaf van Stal Haas. Hengst, fjordenhengst. Braaf. Niet zo, oh, ben je braaf. Braaf meisje. Ja, dat hadden we ook al door, ja. Oh, braaf. Niet zo, meisje. Oh. Oh, 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 braaf. Oh, braaf. Oh, oh. Oh, oh. Is goed. Beeld komen. Oh, 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 oh. Heel groot. Oh, dat is mooi. Oh, ja, ik zie het. Oh. Ja, nou, ze was goed hengstig gisteren, ja. Dus ik denk, ik moet gelijk bellen. Ja, precies. Weet je, ja. Het is nog iets traag. Dus, wat ik meestal doe als ze het willen bestellen, omdat je dan met de bestelkast en zo zit, is dat als ze gore lom geven, Dan maak je het eitje eigenlijk zo ver dat hij over 36 uur gaat springen. Ja. Dus als we hem nu dan geven, goed. En morgen insemineren, ja. Dan zit je eigenlijk heel mooi op die ijsprong. Nee, is goed. Dan laten wij hier. Koud man, god. Ik ben niet meer gewend na die warme dagen. Is zo. Nou, het is goed hengstig. Eitje zit er al. Dus kan ze hopelijk morgen geïnsemineerd worden. Hé? Ja. Yeah. Knappie. Halster mee? Ja, neem maar af. Mag op naam van schepers? Ja. Nou, was je mee geweest maandagavond of niet? Ja, ja. Ja, ik heb ze allebei klaargemaakt en voorgebracht. Ja. Mooi eerste geworden. Ja, goed hè. Dus ja, super. Echt super. Ja, wat is dat pony? Dat ken je niet, hè? Super. Nou jongens, ik ga Fleurtje eruit halen. Best wel een spannende dag, want vandaag gaan we dus kijken of ze drachtig is. Ik kan echt niet wachten. Hi Moppie. Oh, ze heeft natuurlijk weer lekker gepoept.
Ja. Zo. Hey. Oh, poppetje. En het is vandaag Goede Vrijdag. Kom. Ja, dat is toch zeker dan. Op 31 maart laten dekken, 1 april. 1 april wat, hè? Ja, nou, 31 maart, maar. Dat ben je dan, 1 april? Nee. Hé, knapperd. Nou, we gaan maar naar binnen. Misschien de deken even afdoen, dat is wel gemakkelijk. Helemaal oranje geworden. Ja. Hi. Maar dan stoppen we er morgen wat in. Maar even kijken, want zondag... En welke wil jij hebben? Dat maakt niet uit. Maakt niet uit? Nee. Dankjewel. Ja, die voorpluk is echt bizar. Er zijn gewoon geen vormen. Nee. Ik keer niet altijd kijken bij hem. Soms zo van, zo. Maar ze vindt ook alles prima. Ja, het is echt zo'n makkelijk beestje. Dat is eigenlijk bijna ook Olaf? Ja, Olaf, ja. Eigenlijk. Oh, dat zie ik niet al. Maak even een fotootje hoor. Wil je nog even filmen? Oh, dat doet hij al. Ik hoef niks te zeggen. Je zag hem ook echt heel mooi gelijk. Ja. Zeker dat er geen twee? Nee, geen twee. Super. Nee. Oh, mooi! Ja, dankjewel. Nou. Nee. Oh, paard. Goed zo. Pas je op voor je oog. Nou, super joh. Top. Hartstikke mooi. Nou, ook je in de maak. Ben benieuwd. Oh ja. Stuur je wel een foto? Oh, ik stuur alles door. Nee, je komt goed. Ik heb Bart zijn nummer, dus. Nee, super. Heel leuk. Ja, mooi dat het in één keer raak is, hè? Oh, paard! Ah, ik had al zo'n vermoeden, want met rijden, ze was niet vooruit te branden. Hele week al niet, gewoon niet. Ze wou helemaal niks. Echt, als mijn benen aanleg, normaal... Ja, normaal, ze kent alle trucjes, dus van stap naar galop en van galop naar stap. Nee, hoor. Ik denk, ik ben zwanger. Hé, hey, moppie. Wat super. Dankjewel. Nou, nee, ik hou jullie zeker op de hoogte. Nee, dat komt wel goed. Leuk, dat gaan we doen. Ja, is goed. Zet ik in de agenda. Dankjewel. Doei doeg. Oh, paard. Nou, drachtig. Oh. Super. Ja, mooi. Top, in één keer. Nee, zag er goed uit. Ook maar eentje, dus... Ja. Oh, leuk. Nee, super. We gaan zien wat eruit komt. Ja. Oh, knap kind. Super blij mee. Ja. Oh, jongens. Ik weet niet of we het nu al stiekem verklapt hebben eigenlijk, waar ik heen zit was. Oh, jongens. Ja, zij zei het ook. Dus, maar, ja. Jongens, dit is wel echt...
Poeh, ik ben helemaal blij. Ik moet even ontladen. Lekker dekentje op. Ja. Ja, gewoon in één keer drachtig. Gewoon direct. Hoe mooi is dat? Ik zou zo even wat meer gaan vertellen, maar even het dekentje opdoen en... Oh, paard. Ja, spannend. Zo, ik zou haar even op de trailer zetten. Hé, ja. Heb jij nog worteltjes zometeen? Ja, kom maar. Oh ja, knapperd. Oh, knapperd. Wat mooi. Ik word oma. Oma zo. Ja, dit is mijn kind, hè? We waren wel mooi op tijd, want... Zo. God jongens, die trailer is zo zwaar. Die veren zijn kapot. Nou jongens, we staan hier nog bij Nijhof. Want ik heb Fleur bij Nijhof laten dekken. En het was dus allemaal even spannend. Jullie hebben natuurlijk allemaal video's gezien. Over die fjordenhengsten natuurlijk. Maar door omstandigheden is Fleur gedekt door een andere hengst. En dat was wel even heel spannend. En ik wist ook niet zo goed wat ik moest doen. En de keuzes maken waren echt super moeilijk. En dat was 31 maart. En ik had natuurlijk al aardig wat mensen verteld van... Yo jongens, het wordt toch een andere hengst. En iedereen dacht allemaal dat het een 1 april grap was. Want ja, de volgende dag was het 1 april. Oh, thanks paard. Maar het is geen 1 april grap. En Fleurtje is echt gedekt door een andere hengst. Namelijk Zero Blue TN. Ik zou even hier wat filmpjes laten zien zometeen van deze hengst. Dit is gewoon door omstandigheden gekomen en dat maakt op zich niet zoveel uit waardoor het komt. Ik ben in ieder geval heel blij dat ze drachtig is, dus we verwachten volgend jaar een klein veulentje. Echt superleuk. En we gaan lekker Fleur naar huis brengen, kan ze lekker op de wei. En dan heb ik nog een winactie voor jullie, dus blijf vooral even kijken. En Josh zien we op Zero Blue. Super gefokte hengst door Harm Tormalen. Chacoon Blue, de opvolger van Chaco Blue uit een Baloo de Rouet. En dan zit daarachter nog Fine Sierra, de landadelmerrie die met Pieter Waald in GRS in 2002 de bronzen medaille won. Dat was een van de beste merries van haar generatie. Met super kwaliteit en een super stammetje erachter. Kom maar once, Josh. Zero Blue die hier in de buurt heel veel faam gemaakt heeft doordat hij elke keer hoge ogen gooide in de GMB-competitie. Paard met een hele makkelijke manier van springen. Heel veel macht. Heel goed. Paard heeft elke sprong is hetzelfde. Elke sprong is raak. Ik heb de Zero Blue als vorig jaar, of toen hij 2 jaar geleden hier kwam, was hij nog heel jeugdig. Hij is enorm mooi geworden. Meer bespiering. Heel goed, Josh. Heel veel vermogen, doet met goed overzicht. En het enige wat we eigenlijk moeten doen is dit paard voor zichzelf in bescherming nemen. Maar hij biedt zoveel aan. Heel goed, top. Thank you very much, Josh. Fantastisch aan het springen, dames en heren. Een 9 in de test had hij, Zero Blue TN. De GMB topper hier onder het zadel van Josh Hutchins. Nu zag voor Chaco TN met Kars Bonhoff voor Chaco TN van de 4 Pleasure van Chaco Blue. Nou jongens, we zijn wel weer bijna aan het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een beetje mee te kunnen kijken bij Nijhof. Met hoe we Fleur natuurlijk daarheen hebben gebracht. Het insemineren heb ik natuurlijk niet kunnen filmen, want ik heb haar dus 3 dagen daar laten staan. Dus ik hoop dat jullie dit een beetje leuk vonden om toch te kunnen zien. En ik ben super blij dat Fleur in één keer drachtig is geworden. Dat weet je natuurlijk ook nooit.
Over 2-3 weekjes moet ik terug en dan kunnen we nog een keer gaan kijken of het hartje klopt en of alles goed is. Dus ja, maar we kunnen wel zeggen dat ze drachtig is. Hopen natuurlijk dat alles nu goed blijft gaan. Maar ik mag nog wat weggeven, namelijk dit lentepakket. Het heerlijke weer komt weer aan, het zonnetje schijnt weer. En ja, elk paard kan wel een lentepakket gebruiken natuurlijk. Dus ik ga dit even uitpakken en dan ga ik jullie vertellen wat je daarvoor moet doen. Zo. Nou, als eerste ga ik jullie even laten zien wat er allemaal in dit supergaaf pakket zit. Als eerste zit deze deken erin. Deze deken is van Horse Gear. En dit is een regendeken. En super fijn stofje. Ik vind de kleur echt super mooi. Tenminste, ik ben echt helemaal gek van het bruin met blauw. Dat vind ik echt een hele mooie combinatie. Het is natuurlijk nog een beetje regenachtig in de lente. En fijn als je paard nog even een deken op kan hebben als hij naar buiten gaat en het regent. Maar niet een te dikke deken. Dus dit is gewoon een 0 grams deken. Dan heb ik hier een kruidenbollo's. En dit zijn een soort snoepjes. Ik weet niet of ik het jullie... Ja, kijk, kan jullie laten zien. Kijk, dit zijn een soort kleine bolletjes, snoepjes. En dat is dus een mix van kruiden. En dit is dus een supplement voor je paard. En ja, heel goed natuurlijk voor de weerstand en zo. Dan hebben we hier lijnzaadolie. Lijnzaadolie is natuurlijk altijd heel goed voor je paard, voor zijn vacht. Ze gaan natuurlijk verharen en hiermee kun je dus een beetje helpen om al die haren lekker los te krijgen. En dat je paard eerder in zijn zomervacht komt. Dan hebben we hier een tea tree shampoo. En ja, je wil je paard natuurlijk even lekker wassen. Al die losse haartjes eraf en het gekriebel eraf. Mooi weer komt er weer aan. Misschien wil je wel wat fotoshoots doen. Dan is het natuurlijk altijd handig om shampoo in je kast te hebben staan. Dan hebben we hier hoefbalsem. Nou, om je paard helemaal te laten shinen kun je natuurlijk een lakje op zijn hoeven geven. En er zit ook een kwastje bij, super handig. Dus dit kwastje kun je gebruiken om de hoefbalsem op je paard zijn hoeven te smeren. En dan glanzen ze weer mooi. Voor het wassen hebben we nog deze. Deze is echt super makkelijk, want je kunt deze namelijk opendraaien. Dan kun je hier shampoo in doen met water. Dan kun je hem hier weer opdraaien. En als je paard dan gaat wassen, ik vind het bijvoorbeeld ook heel makkelijk om de hoeven mee te schrobben. Op die manier krijg je de hoeven heel mooi schoon. En gaat het shampoo eigenlijk hier doorheen, waardoor je dus de juiste hoeveelheid shampoo gebruikt. Dat is echt ideaal. Dan zit er nog een vitaminespuit in. Ik vind het altijd fijn om mijn paarden eigenlijk met het verharen of weerswisseling een vitaminespuit te geven voor de weerstand. Hierdoor krijgen ze toch een beetje zo'n vitamineimpuls en voelen ze zich lekker. Dan hebben we natuurlijk nog een verhaarblok, een poetsblok. Hiermee kun je alle losse haren uit je paard krijgen, echt super handig. En als laatste zit er een cadeaubon in, ter waarde van 20 euro. Nou, hoe kun je dit pakket nou winnen? Vergeet zeker niet even te abonneren op het kanaal van Horsechop. Doe een duimpje omhoog en laat in de reacties even weten waarom jij dit pakket zo graag zou willen winnen voor jouw paardje of voor jezelf. Misschien wil je hem wel winnen voor een vriendin of... ja, voor iemand anders, laat dat zeker even weten. En wie weet heb jij dit pakket binnenkort bij jou thuis. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En tot de volgende video. Doei doei!